Welkom en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van U in de Wijk Overvecht. Met vandaag twee onderwerpen. Voor het laatste keer kijken we mee met verslaggever Pim, die in gesprek gaat met kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen. Maar mag u naar de stembus. U mag bepalen wie er namens u allemaal in de provincie Utrecht aan het roer zit, bepaalt wat er gaat gebeuren met de provincie. En u kunt onder andere stemmen op de Partij voor de Dieren, op Erik Strandstra. Wat moet er dan echt anders gebeuren op dierbeleid? We zien dat we op dit moment huizen aan het verduurzamen zijn, aan het verbouwen. Laten we dan ook zorgen dat die huizen toegankelijk zijn voor dieren, dat vleermuizen zich daar kunnen nesten en vogels. In woonhuizen? Nou, niet erin, maar dat je zorgt dat er kieren zijn voor deze dieren waar ze zich in kunnen nestelen. Dus diervriendelijk bouwen. Leverheid heeft natuurlijk ook nog een ander aspect, de gezondheid van de mensen. Daar hebben jullie ook specifiek ideeën over. Dat klopt. Nou, we staan hier bij de Noordelijke Randweg Utrecht. Hier staat een flat, die staat nu ongeveer 30 meter van de weg af. En na de voorgenomen verbreding waar wij tegen zijn, zal dat ongeveer de helft zijn. En de leefbaarheid zou ten goede komen van die verbreding. Maar nu we de concrete plannen echt inzien, zien we dat er 1200 bomen gekapt zullen gaan worden. Dat het aantal auto's op de Noordelijke Randweg zal gaan verdubbelen. En dat het, de uitstoot van fijnstoffen daardoor ook zal toenemen. Dus het is eigenlijk helemaal niet goed voor de mensen overweg. Is de Partij voor de Dieren dan als enige tegen de huidige plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht? We zien dat de voorliggende plannen een negatief effect hebben op de leefbaarheid in Utrecht. En 3 weken geleden hebben wij in de Provinciale Statenfractie een voorstel ingediend om met het huidige budget onderzoek te doen naar een alternatief dat wel bijdraagt aan de leefbaarheid. En alle andere fracties hebben daar wel tegen gestemd. Jullie zijn ook heel erg voor gezonde mensen. En jullie hebben ook specifiek ideeën over cultuur en sport. Dat klopt. De gemeente en de provincie willen miljoenen besteden aan het organiseren van de Vuelta, de Spaanse wielerronde, in Utrecht. En wij hebben ervan gezegd, die miljoenen euro's, die moeten we niet in een prestigeproject steken, maar die moeten we steken in de mensen die nu geen toegang hebben tot sport. Dus de mensen die geen sportabonnement kunnen betalen. En daarnaast ook investeer die miljoenen ook in projecten die sport en cultuur combineren, zodat mensen ook over elkaars achtergrond kunnen leren. Kort en krachtig, waarom 20 maart Partij voor de Dieren stemmen? Het is ontzettend belangrijk dat we ons leven vormgeven binnen de draagkracht van de aarde. En als we kijken naar de huidige klimaatverandering die de stabiliteit van ons leven wereldwijd al onder druk zet. En als we kijken naar de massale insectensterfte die onze voedselvoorziening bedreigt. En als we kijken naar de toenemende hart- en vaatziekten die ook voor mensen in Overvecht heel erg zichtbaar zijn, denk ik. Dan zien we dat we dat eigenlijk niet doen. Dat we ons leven niet duurzaam vormgeven. En juist de provincie is een heel belangrijke bestuurslaag die op het gebied van landbouw, natuur, infrastructuur daar heel veel invloed op heeft. Dus ik zou zeggen, ga stemmen. En het liefst Partij voor de Dieren natuurlijk. U kunt onder andere stemmen op D66 op Selma Bas uit Utrecht. Je bent kandidaat voor de Provinciale Staten. Wat is je belangrijkste speerpunt? Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke thema's die iedereen aangaat. Een van die thema's is wonen. Daar gaat de provincie over. Niet hoe die huizen eruit moeten komen te zien en voor wie die huizen worden gebouwd. Maar wel op welke plekken ze komen te staan. En als bewoner van Utrecht, van deze mooie provincie Utrecht en de stad Utrecht, wil ik natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven wonen in de stad. Nou, dat roept de vraag op, ja, waar zou je dan moeten bouwen? Als het aan D66 ligt, proberen we ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil nog steeds binnen de grenzen van deze provincie kunnen blijven wonen. Dat betekent misschien ook dat we ook moeten gaan bouwen in het groen, aan de randen. Op een gegeven moment is de ruimte op. D66 geeft ruimte voor nieuwe woningen. Wij geven zeker ruimte voor nieuwe woningen. In Utrecht speelt in ieder geval één belangrijk thema, verkeer en vervoer. En in Overvecht onder andere de Noordelijke Randweg Utrecht. Wat Overvecht belangrijk vindt en wat D66 belangrijk vindt nog steeds, ook al zit ik niet meer in de raad, is dat er een goede omlegging van de weg
komt. Dus ondertunneld, het liefst met 3 onderdoorgangen. En daar hebben we ons heel hard voor ingezet de afgelopen jaren. Onder andere extra geld geregeld om die variant mogelijk te maken. En daar blijven we ons en blijf ik mij vanuit de Provinciale Staten ook voor inzetten. Maar er is geld voor 1 ondertunneling, ja. Misschien voor 2 als de Tweede Kamer heel lief doet tegen ons, maar niet voor 3. Ik denk toch dat je moet blijven knokken en daar blijf ik voor knokken. Samen met mijn collega's binnen de Utrechtse gemeenteraad. Maar ook richting de Haagse collega's om daar een stevige lobby op uit te oefenen. Want deze wijk verdient het om een gezonde luchtkwaliteit, een gezonde leefklimaat voor iedereen. En ook de leefbaarheid in deze wijk hoog in het vaandel te houden. En bovendien, dit is wat Overvecht wil. Als je de noordelijke randweg nog drukker gaat maken, ja, dan wordt het allemaal niet mooier en vrijer op. Waarom moeten al die inwoners op jou gaan stemmen? Nou, dan stem je op iemand die uit Overvecht komt en iemand die passie en hart voor de mensen heeft. Die in Overvecht, maar in onze mooie gemeente wonen en in onze mooie provincie. U kunt onder andere stemmen op de VVD. En we gaan in gesprek met de lijsttrekker, de heer André van Schie uit Utrecht. Maar ik wil graag beginnen, Pim, om mijn bewondering, respect en dankbaarheid uit te spreken voor de onlangs overleden Nelleke Wuurman. Een overvechter waar ik heel graag mee heb samengewerkt en ook veel bewondering voor had. En ik denk dat dat ook wel in de politiek heel belangrijk is, dat je goed samenwerkt. Wat is volgens jou het grootste probleem in Overvecht? Het grootste probleem is dat Overvecht heel divers is en we niet altijd met elkaar, maar langs elkaar leven. Dus wat ik heel erg graag zou willen is dat we naast elkaar staan en niet tegenover elkaar. En ik heb in Overvecht, zoals op veel wijken waar wel wat te doen is, wel gemerkt dat soms groepen tegenover elkaar staan, terwijl we allemaal individuen zijn. De VVD is natuurlijk ook de partij van het mensbeeld. En ik zou het heel fijn vinden als we dat wat konden verbeteren door gewoon de economische situatie, de leefbaarheid en de veiligheid in Overvecht wat te verbeteren. U wilde graag afspreken op deze locatie in Overvecht, omdat u daar hart voor heeft. Ja, dit is de NPD-strook. Iedereen uit Overvecht kent het wel. Het was jarenlang een plek waar het nogal een rommeltje was. En nu wordt het mooi opgeknapt. De bouw is begonnen. En een belangrijk thema voor de VVD bij de verkiezingen is ook wonen. Want iedereen kent wel iemand die een woning zoekt en er geen kan vinden. Of je nou een student bent die een kamer zoekt of een studio, een starter met een gezin die geen woning kan vinden. Of een oudere die juist misschien wat kleiner wil wonen. En dus moeten we met z'n allen zorgen voor meer woningen in en om de stad. We staan hier ook omdat het economisch niet al te geweldig gaat met Overvecht en het daar goede ideeën voor heeft. Nou ja, juist dit is ook weer een voorbeeld van hoe het mes aan meerdere kanten kan snijden. Want als je hier goede woningen realiseert, dan komen er ook weer mensen met een baan en een inkomen. En dan gaat ook het winkelcentrum weer wat meer floreren. Dan kun je met z'n allen weer de weg naar boven inslaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor Overvecht. Dat we ook laten zien dat het hier heel fijn wonen is. En dat ook heel graag mensen er willen wonen. En dat kan als we dus ook dit soort bouwprojecten realiseren. De noordelijke randweg Utrecht. Daar speelt heel veel. Bijvoorbeeld gaan we het wel of niet ondertunnelen op 3 plekken. Nou, we hebben vanuit de provincie natuurlijk heel erg hard gewerkt om het geld voor elkaar te krijgen om 2 tunnels te kunnen bouwen. Nu lijkt dat niet genoeg te zijn. Dat is in eerste instantie echt de verantwoordelijkheid van de gemeente om dat bouwproject voor elkaar te krijgen. Want het is echt een gemeentelijk project. Maar die weg heeft wel een groot provinciaal belang. Dus ik vind het goed dat we met elkaar proberen om dat op te lossen. Maar ik denk ook in alle eerlijkheid niet dat het gaat lukken om voldoende geld te vinden om 3 tunnels te vinden. Dus ik denk dat het bij 2 blijft. Welk van de 3 gaat er dan niet ondertunneld worden? De Gandhi-dreef is de grootste uitdaging, ook financieel. Kost misschien wel 60, 70 miljoen. Dat is echt heel veel geld. We begrijpen dat de leefbaarheid in Overvecht heel erg belangrijk is. Daar willen we ook gewoon goede aandacht voor hebben. Maar het is ook heel erg veel geld wat ook op andere plekken in de provincie hard nodig is om verkeersveiligheid en doorstroming te regelen. Dus het is echt, de gemeenteraad is aan zet in Utrecht om te beslissen of ze dat wel of niet willen. Dus u pleit voor realisme, niet nog meer geld, dan maar de Gandhiplein niet ondertunnelen. Helaas is het niet anders inderdaad. En waarom zouden die heel kort en krachtig 20 maart op de VVD moeten gaan stemmen? Nou, omdat wij de partij zijn die ervoor zorgt dat je dus heel veel dingen zelf kunt beslissen. En dat we niet die verantwoordelijkheid van hoe jij je leven inricht voor je overnemen. Doe het lekker zelf.
Bewoners van Overvecht demonstreren voor 3 onderdoorgangen op de noordelijke randweg Overvecht. We doen een vriendelijke demonstratie omdat wij al jaren strijden tegen de bruggen die ze over deze weg willen. Wij willen onderdoorgangen. Dat is veel vriendelijker. Dat geeft de doorstroming van de wijk naar het groen hierachter veel beter, laat het veel beter gaan. Dus daar staan wij achter, daar strijden wij nu voor. En het gaat erom dat we nu een probleem hebben dat de NRU, de Noordelijke Rondweg Utrecht, die moet een betere doorstroming krijgen. Dat is een opdracht van het Rijk. En nu wordt de gemeente met dit probleem opgezadeld en die heeft te weinig budget om dat goed te doen. Nou moet je weten dat dit een onderdeeltje is van de draaischijf Nederland. De A2 heeft 10 banen naar Amsterdam gekregen. De A1 is verdubbeld, de A12, de A27. Overal is immens geïnvesteerd. En dit laatste onderdeeltje van dit hele plan, daar zou dan te weinig geld voor zijn. Daar snappen wij als bewoners niks van. Het is vreselijk slecht voor de wijk. Ik sta hier omdat ik me wil inzetten voor die leefomgeving van de overvechters. Ja. Het gaat me aan het hart dat mensen nu al ontzettend veel geluidsoverlast hebben van die weg. Nou, en dat wordt niet beter. Dat wordt niet beter. Er worden berekeningen gemaakt met stil asfalt. Is nog niet genoeg. Moet er ook nog geluidsschermen bij komen. En men berekent het met de helft van de levensduur van het asfalt. En dat betekent dat de eerste helft, dan wordt het beter. Maar de tweede helft van de levensduur wordt het veel slechter. En dan komt de gemeente de belofte niet na. Het wordt geen verbetering voor de wijk. Mogelijk 2 bruggen. Dat wordt een blokkade naar het Groene Hart. Ja. Dat betekent dat Overvecht vanaf 2 kanten wordt aangetast. Hè. De prostitutiezone is al heel veel gekapt. Dat is geen gezicht. Wat vroeger een landmark heette dat. Was een groene entree voor Overvecht. Helemaal vernield. En dan zouden we hier ook nog zoiets krijgen. Er is niemand meer die in Overvecht wil wonen. Ik denk dat Utrecht haar best wil doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind het heel bijzonder dat Den Haag dure geboorde tunnels voor regionale verkeerswegen mag aanleggen. En dat Utrecht er zo bekaaid van afkomt met dat ze de Tweede Kamer maar liefst 5 miljoen extra nog wou geven. Nou, dat zijn... Utrecht komt er bekaaid af. We moeten beter ons best doen om op te komen voor wat wij als Utrecht ons belang zien. Ja. Nou is Overvecht al een hele ongezonde wijk. Tunnels zijn gezonder dan bruggen. Ja, alles wat verhoogd is, is minder goed. Zeker voor de gezondheid. En dat heeft met name te maken met geluidsoverlast. Je kunt zeggen, in de toekomst worden de auto's stiller omdat ze elektrisch gaan rijden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het bandengeluid. En bij een viaduct is dat vele malen slechter dan bij een onderdoorgang of een verdiepte weg. Ja. Dus de oplossing is? Verdiepen. Verdiepen. En zorgen voor een goede leefomgeving. Dit was het alweer voor vandaag. Heeft u tips of opmerkingen? Ga dan naar overvecht@uindewijk.nl. Wilt u deze uitzending nog eens terugkijken? Dat kan op uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende keer.